Wat heb je een heerlijk strikje om. Ja, mooi hè? Heel spannend, heel spannend. Hey, klopt het nou dat jullie vanmiddag voor het eerst hebben getraind? Ja, wij zijn vanochtend eigenlijk bij de eerste keer samen een paar sprongen kunnen doen. Maar ik moet zeggen, kijk, dit is ons de beste schoonspringer van Nederland. Een jong talent. Dus ja, daar hebben we gewoon een hele goede aan. Dus hij stroomde meteen in. Dus dat was goed. En jij hebt natuurlijk wel een beetje zijn lot in je handen liggen nu, hè? Ja, maar ja. Dat gaat goed komen, hè? Ja, zeker weten. Wie van jullie gaat er tellen? We gaan samen tellen. Dylan, die begint. Ja. 1, 2, 3. En dan doen we samen nog één keer 1, 2, 3. En dan gaat hij los. Nou, jongens, volgens mij gaat het helemaal goed komen. Het gaat natuurlijk om de grote overwinning. Dus pak je rust. En succes! Het is niet te geloven, weet je. Ik denk dat heel Nederland sowieso al kijkt. Niet alleen omdat jullie zo mooi uitzien, maar ook die strikken. Ik heb nog nooit een zwembroek met een strik gezien. U wel? Ik vind het enig. Ik hoorde jullie in de verte tellen. 1, 2, 3, 4. Ging het voor je gevoel helemaal gelijk, Dylan? Ja, ja, echt. Heb je ook wel eens een beetje gejokt, Dylan? Zegt u? Heb je ook wel eens een klein beetje gejokt? Soms. Ja, weet je, het is, ik vond het fantastisch. Aan mij ligt het sowieso al niet. Ik ga gewoon even vragen aan Frans, want die is echt de deskundige. Wat vond je van deze duosprong, Frans? Ja, het is natuurlijk hartstikke geweldig om ze zo samen te zien springen. Je zag alleen dat Jury iets meer haast had. Die denkt, dan ben ik er vanaf. Begrijp ik. Dat is natuurlijk niet goed. Je moet natuurlijk even wachten op Dylan. Wat wel heel erg goed is, was de technische uitvoering van jouw sprong. Je maakt een 2,5 salto voor overhoopt. Je slaat iets door bij de landing, maar voor de rest was het heel netjes verzorgd. Dus dat redt het weer een beetje, dat compenseert. Ja, dat is toch mooi. Jullie komen wel bijna weer gelijk in het water, hè? Ja, maar dat is dan het feit dat we natuurlijk maar alleen, ja, laat zeggen, de ochtend hadden. Dus dan, ja, we moesten nog even een beetje aan elkaar wennen. Maar ik ben blij dat we in ieder geval dat we niet heel erg onderuit zijn gegaan. Nee, het ging vandaag. En jullie hebben nog een kans, toch, Daphne? Zo is het ook nog een keer. Wat vond jij van deze prachtige... Het heet eigenlijk synchroon springen in plaats van duosprong, toch? Of niet? Ja, het is synchroon springen. En als jullie dat zo al hebben gedaan met maar één keer getraind hebben... Nou, dan zie ik over 4 jaar zie ik een heel nieuw synchroon duo staan bij de Olympische Spelen in Rio. Ja, graag de cijfers van Frans. Ja, ik geef voor Jury totaal de synchroniteit en de uitvoering bij elkaar een 8. Zo. Ja. Dat is geen kattenpies. En Daphne? Ja, omdat je zo kort hebt getraind, geef ik je ook een 8, want die uitvoering was fantastisch. Wauw. En Quintus? Jury, je krijgt de 8 ook van mij.